Hoe komt het eigenlijk dat jij jouw werk zo ver van huis komt voorstellen? John heeft het mij gevraagd en ik vond dat een heel goede vraag. En, vond en een heel goed idee misschien ook. En het beste antwoord was van het te doen. En ja, het is ook de eerste keer dat ik in Hasselt solo tentoonstelling heb. Want hoe lang ben je al bezig met het schilderen, met het exposeren dan? Exposeren? Ja, 10 jaar eigenlijk. 10 jaar. En ja. De eerste keer dat je in Hasselt terechtkomt. Wel, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We gaan zo meteen nog wel verder babbelen over wat je allemaal gedaan hebt. Maar we hebben hier een soort van schildersezel. Wel een moderne vorm, een flipboard eigenlijk. Whiteboard. Ja. Zou je het zien zitten om voor ons iets te tekenen? En wat je graag wilt. Ja, je bent nu misschien al een paar dagen in Limburg, dus misschien iets wat met Limburg te maken heeft. Dat is goed, zal ik er heel goed nadenken. Ja, want... Heb je wat suggesties of zo? Suggesties? Nee, ik laat jou... Je krijgt carte blanche. Okay. Want we hebben gezien dat jij bij Martijn Heijlen bijvoorbeeld, dat je heel snel kan improviseren, heel snel op een situatie kan inpikken. Dus misschien, kijk eens goed rond, dan gaat dat helemaal goed komen. Ik zal mijn best doen. Okay. Voilà. Wie zijn die heren? Deze heren, ja. Misschien kan je hen... nemen als model of als of je kan meenemen of Limburg in het algemeen. Denk er eens over na. Oké. Goed. Goed. Ik ga je rustig verder laten doen. We hebben verschillende kleuren klaargelegd. Laat u volledig gaan. Oké. Okay. En dan zie ik jou zo meteen. Hè. Je hebt ondertussen een tekening gemaakt voor ons. Laat ons eens even kijken. Ik heb mij geïnspireerd op Limburg. Hè. Voilà, Limburg. Heel goed. Dus iemand die zegt leven Lim met zijn haar Limbe en dan. En dan net iets te kaal om Limburg te ja. vormen. Goed. Maar hair extensions gevraagd. Maar hoe, ja, ik kan er niet bij, hoe dat jij in godsnaam aan zo'n idee komt. Ik vraag jou... Ik ook niet. 10 minuten geleden van teken iets en jij tekent iets. Ja. Jij zegt toch ook iets? Dat is waar, maar zeggen en tekenen is toch nog een groot verschil. Het is een beetje hetzelfde. Dan, als je tekent, dan zeg je iets met de lijnen. Ik vind het toch knap, want John, jij zei net van... Dat vind ik dus ook. Ik denk, waar haalt hem het? En volgens mij getuigt dat gewoon van ja, ongelooflijke intelligentie. Zeg maar, Kamma, het is voor jou eigenlijk een beetje begonnen als cartoonist, hè? Want wanneer ben jij... wat was jouw eerste job waar je voor betaald werd als cartoonist? Ik was een jaar of 14, 15. Dan ben ik beginnen tekenen in een krant in Oostende. Dat heet, die krant bestaat nog altijd trouwens, De Zeewacht. Ja. En ik deed dat eigenlijk op school, dus ik zat in de klas. En ik vond dat eigenlijk niet eerlijk dat de leraar geld verdiende op het moment dat ik daar zat en ik verdiende niks. Oké. Okay. Snap je? Dus toen ging jouw commerciële molen al een beetje draaien? Ja, dus ik vroeg aan meneer hoeveel verdient u? En die man vond dat heel raar. Waarom? Ik zei, waarom vraag je dat? Ik zei, ja, omdat ik hier ook zo lang zit. Ik zit er ook al die... En geen discussie mogelijk, maar goed. Ik ben dan, en aan de overkant van de school... was de redactie van De Zeewacht. En dan maakte ik dus in de les tekeningen over toestanden in Oostende. En dan ging ik dat daar binnensteken. En dan verkocht ik zo toch 3 à 4 tekeningen per week. Toen was dat 300 frank per tekening. Dus ik kon elke week een nieuwe fiets kopen. Heb je dat ook gedaan? Met kilometrik. Nee. Heb je niet gedaan? Ik heb er toch een paar gekocht. Maar ik vond dat eigenlijk wel... Allee, dat vond ik eigenlijk wel interessant. Dat je eigenlijk een tekening maakte, die dan in een... En ik gaf dat daar af. Ja. En dan kocht ik 3, 4 kranten. En dan waren iedere keer dezelfde tekeningen in die 3 verschillende kranten. Weet je wel? Dat was fascinerend. Ja. Dat was zoiets van... En toen kriebelde het naar ja, meer dat was dan. Zo. En dan werd ik nog eens zo betaald ook. Van, ik dacht, van, ik moet eigenlijk niks anders doen dan dit gewoon. Dat is het maximum. En dat ben je dan ook gaan doen. Want uiteindelijk, als we dan enkele jaren later gaan kijken, ben je ook bij Humo terechtgekomen. Ja, dan was ik 19 toen ik voor Humo begon te tekenen ben, denk ik. Van en hoe is dan Guy Mortier dat bij jou terechtgekomen? Nou, Guy die was hoofdredacteur. Die was toen voor mij een oude man, maar die was dan 36 of zo. En ik vond dat heel oud, ontzettend oud. Waar staat zijn rolstoel, dacht ik, toen ik de eerste keer binnenkwam. Heel erg jongdenkend. Ja. Ja. En Guy die heeft me meteen die helemaal ingegooid. Hè. En ik vond dat dus heerlijk. Dat was echt, En hangt er dan bijvoorbeeld ook een werk van jou bij Guy thuis? Hij heeft er al een paar gestolen bij mij. Gestolen zelfs? Ja, als hij op bezoek kwam. Nee, ik denk dat er wel een droom heeft. Ik denk dat een paar werken gaan. Ja, maar uiteindelijk in die periode van Humo kwamen er ook veel reacties. Zeker de eerste exemplaren waar jij in tekende. Want mensen vonden het of vulgair of ze snapten het niet. Nee, ik ook niet. Nog steeds niet. Maar te intelligent, John. Ik snap mijn eigen werk niet. Ja, want hier zien we dan bijvoorbeeld.
ja, deze cartoons. Dat was eigenlijk het, dat is een heruitgave. Dat was het eerste boek bij Kritak, heette die uitgever. Ik weet niet of het bestaat. En dat was het eerste boekje. En dat was, het ruikte naar onzin en was op 3000 exemplaren. En twee weken later belt die uitgever, ja, we zijn uitverkocht. We hadden nog drukken, dan nog een keer 3000. We zijn weer uitverkocht, twee maanden later, weer nog vijf. En hoeveel zijn er uiteindelijk? Ik weet niet, 20, 30.000 op één jaar tijd. En ik zat nog op de academie eigenlijk. Ja. En toen dacht ik van... Wow, kassa! Ja, ik ga een auto kopen. Een auto? Dus dan kocht ik... Een, met kilometriek? 90.000, ja, een 2 pk. Oh. Dus ik kocht de 2 pk en kocht de pick-up en kocht al de platen die ik kon vinden. En in één keer moest ik belasting betalen. Ah, kijk, ja. En ik had niks meer over. Dus dan had ik gedacht, ik kan een tweede boek maken. Dus eigenlijk is de schuld van de belastingen, jongens, dat we hier zitten. Schuld? Ja, want eigenlijk is dat, dat is het systeem dat je doet draaien. Je moet ze belasting. En mijn moeder zei ook van, mijn moeder is dan een beetje mijn boekhouding, want ik had natuurlijk niks anders dan... En zei, ja, je moet er toch wel... En dan moet je ook nog rekeningen houden met BTW. En dan moet je met, dus eigenlijk ja, worden mensen ook een beetje verplicht om dingen te maken. Ja. Wat dat ook niet zo slecht is uiteindelijk. Want ja... Je moet blijven bollen en je doet het graag. Want ja, als we jou zien tekenen, de mensen hebben het zeker ook gezien, dan gaan jouw ogen fonkelen en dan raak je in een soort van ja, extase, mag ik dat zeggen? Misschien... Dus, ja, als ik genoeg champagne erbij denk, ja. Ah, wel. Dat is wel waar dat als je goed doorwerkt en dat je na een paar uur vergeet je de tijd en de ruimte en alles erop en eraan. Dat is natuurlijk een beetje, soms een beetje vervelend als je natuurlijk een privéleven hebt. Ja. Heb je een privéleven? Niet dat ik weet. Jawel. Nee, ik heb een privéleven. Zeg, maar snap je eigenlijk waarom dat mensen jouw humor maar dan wil ik niet snappen over spreken, want dat is privé. Ja, dat snap ik. Okay. Nee, vandaar. Zeg maar, heel eventjes nog... Ik heb je onderbroken. En nu alweer. Oh, sorry. Ja, dat is niet erg. Dat is geen probleem. Jij mag dat doen. De heren ook wel. Maar Bert en Bobje zijn toch wel is jouw handelsmerk toch voor een heel groot deel, hè? Ja, en ik heb goed nieuws. Ja? Volgende week staat er in de Humo een nieuwe Bert en Bobje. Een nieuwe Bert en Bobje in de Humo? Ja. Hoe komt dat plots? Ik heb hem gisteren getekend. Gisteren getekend? Ja. En je kan hem niet in primeur hier laten kijken, want je neemt toch van alles met je foto? Het verhaal is eigenlijk een beetje van Bert die Bobje bij zich roept en die zegt, ik heb heel slecht nieuws. Ik heb een andere hond leren kennen. En dat was het dan? Ja, de rest zoek ik staat in humor. Staat in humor. Heel goed. Zeg, Kamma, heel erg bedankt dat je hier was. Ook heel fijn dat je voor ons hebt willen tekenen. We gaan het een mooi plekje geven, ook al is het maar op een whiteboard papier. John en Pascal, ook heel veel succes nog met de gallery.